Ik hou van Holland, zing maar mee, landje aan de Zuiderzee. Een stukje Holland, draag ik in mijn hart steeds mee. Op heel deze grote aantal ben ik van huis en haar. Is het kleine Holland mij het meeste waard? Goedenavond, dames en heren. Welkom bij deze bijzondere aflevering van Ik hou van Holland op locatie. Na een wat mindere, zeg maar gerust, desastreuze aflevering van Wie hield van Zundert, zijn we vanavond in Rijsbergen met Ik hou van Rijsbergen. En we gaan onze aflevering natuurlijk spelen met enkele diepgewortelde Rijsbergenaren. Ja, en ik zou zeggen, laten we maar kijken wie er in de team zitten. We beginnen met de captain van team 1. Hij is een man en zeer uniek, is altijd bezig en energiek. Waar hij komt, grijpt hij zijn kans en zorgt voor een volle bak met ambiance. Draait muziek, zelfs onder de douche. Dames en heren, een groot applaus voor Floris, ofwel de Vos. Goedenavond, Floris. Hi. Ja, hallo. Hi. Floris, welkom. Waarom denk jij dat jij vanavond gaat winnen van team 2? Nou, ik heb een heel uitgebalanceerd team samengesteld die alles weet op het gebied van sport, cultuur, historie en culinaire zaken. Wij scoren de meeste punten. En wie de meeste punten scoort, die wint. Ja, jongen. Ja, lijkt me logisch. Ja, geweldig. Nou, dan zullen we eens gaan kijken wie de captain is van team 2. Zij zit er altijd middenin. In de vakantie naar Polen heeft zij geen zin. In hun huis staat men regelmatig te vrijen. Dames en heren, een warm applaus voor Nicole van Rijen. Hallo Nicole. Nou, jij hebt net de woorden van Floris gehoord. Jij denkt daar natuurlijk heel anders over. Ja, zeker weten. Wij zullen vanavond eens een ouderwets stukje girl power laten zien. Wauw, nou, dat wordt wel fantastisch vanavond. Ah. Laten we maar beginnen met deze titanenstrijd. Maar ja, ik ben natuurlijk benieuwd wie jullie allemaal hebben meegenomen. Floris, wie is jouw eerste kandidaat? Oké, hij is bekend als slangenmens. Voorzitter worden was zijn wens. Met een frisse wind zou hij succes gaan boeken. Maar die frisse wind is nou er te zoeken. Hij verstaat van computers, maar niet van Bielsen. Een groot applaus voor Han de Gielsen. Nou, welkom. Goed, Nicole. Wie is jouw eerste kanjer? Ja, let op. Bij Jacques en Nelke achter de bar staat ze haar mannetje en raakt nooit in de war. Haar zwoele stem had ze al in de box. Een groot applaus, Elvie Rox. Geweldig. Floris, wie is jouw tweede kandidaat? Hij is bekend als muzikant. Een dorpslegende in het Alpenland. Voor vrouwen is hij blind, want zijn saxofoon is zijn beste vriend. Vanavond wil hij zich gaan bewijzen. Een groot applaus voor Saxie Han Matthijssen. Han. Han, ja. Je mag hier komen staan. Ja. Amai. Nou. Ja. Dat belooft wat. Jongen. Goed, Nicole, jouw tweede gigant. De volgende vrouw is goed gebekt en haar kapsel zit altijd perfect. Boven zit ze vaak te nietsen, terwijl Eugène beneden sleutelt aan de fietsen. Ze kiest niet links en ook niet rechts. Een warm applaus, Sabine Huibrechts. Gezellig. Floris, wie is jouw laatste troef? Oké. Bij de Raad van Elf wordt hij gerekend tot de hoge bomen. Als prins Jupiler weet hij zijn eigen elke avond weer klaar te stomen.
om vervolgens zo krom als een hekken thuis te komen. Hij is de nachtmerrie van zijn eigen dromen. Dames en heren, Johan Omer! En waar komde jij vandaan? Van die twee zeker? Nou ja, van de Roep, nou goed. Nou, wat een fantastisch team. En wie is jouw laatste kandidaat? Deze Baywatch van het Zundertse zwembad is dapper en heel stoer. En ging tot vorig jaar op tienertour. En jullie moeten na de uitzending allemaal even blijven om in de poesiealbum te schrijven. Ze is alleen en nog geen stelletje. Een warm applaus voor ons Joelleke. Joelleke, kom maar hoor. Of heb je podiumangst? Nee, ik ben er al. Oh. Ik moest eerst nog even mijn boekje van Dora uitlezen. Oh. Daar staan Sorry meisje, ik had je niet gezien. Kom er snel bij staan. Nou, geweldig dames en heren. De teams zijn compleet, dus we kunnen beginnen met onze show. Maar dat doen we natuurlijk niet voor ik u heb voorgesteld aan mijn eigen I Love Holland Band onder leiding van Edwin Achtzaam. Nou, we beginnen met het eerste onderdeel. En dat is geen ja, geen nee, geen Floris, wie van jouw teamleden gaat dit spel spelen? Onze Saxi Han natuurlijk, hè. Die staat er nooit. Die zegt nooit nee. En als je niet een keer ja zegt, is je niet te verstaan. Kortom, de ideale man. Hij heeft er weken op gerepeteerd, dus dat moet goed komen. Geweldig. Nou Han, ik zou zeggen, kom er maar bij. Maar, en dames en heren, mag ik een groot applaus voor mijn eigen assistente, Natasja. Kom aan, hè. Dankjewel. Nou, Han, kom maar bij. Ja, het is leuk. Ja, ik snap het. Maar we gaan eerst het spel spelen. Misschien na de uitzending. Hè? Kom maar even zitten, hoor. Goed. Nou, ik hoor dat je goed geoefend hebt. Ja. Nou, ben je er helemaal klaar voor? Goed. Nou, dan gaan we beginnen. Han. Ja. Oh, je zei ja. Nee. Ja. Ja, sorry, maar je bent al af. Ja, ja, helaas geen punten voor jullie. Sorry. Ja, jammer. Maar we gaan gelijk gewoon door met een stukje muziek. U hoort dadelijk het intro van een nummer en ik wil graag de titel weten. Nou, dat vind ik niet zo heel moeilijk. Dat is ons clublied. VVR, dat is mijn club. En dat is helemaal goed. Ziezo. Yes. Ja. Vijf punten voor de dames. VVR, dat is mijn club. En die is niet te verstaan. Want we blijven met z'n allen achter onze jongens staan. Hier moeten die spelers heel goed van gaan voetballen met zo'n clublied. Ja, geweldig. Vijf punten voor jullie. Yes. Nou, en even voor u als publiek. Alle mensen aan deze kant van de zaal, die horen bij het damesteam. Woehoe. Come on. Hey. En alle mensen aan deze kant van de zaal, die horen dus bij het herenteam. En u als publiek, u kunt punten verdienen voor uw eigen team. En ik zou zeggen, laten we het maar gewoon een keer proberen. Jullie krijgen dadelijk de tekst te horen van een lied. En wanneer de zang stopt, mogen jullie het afmaken. Heel veel succes. We beginnen met het team van de dames. I don't know why she's leaving, or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. Cause for 24 years I've been living next door to Alice. Fantastisch! Jullie hebben 5 punten verdiend voor de dames. Nou, en gaan we natuurlijk kijken of het publiek van de heren ook zo muzikaal is aangelegd. Hier komt jullie nummer. Ik heb een lachende scheerkwast.
lachende schier kwast in de kast. Hop. En als we elkaar bekijken, weet ik dat die scheerkwast mij past. En daarom zing ik onder de douche voor altijd. Ah, jammer. Hey, jongen, jongen. Hey. Kan het moeilijker maken, Linda. Hey. De volgende keer iets van een volle bak ambiance geeft, hé. Hey. En als je dat niet hebt, dan heb ik er wel een paar nummertjes, hoor. Kom op, jongen, jongen. Ja, Floris, we zullen eraan denken bij de volgende keer, maar ja, helaas. Echt, ik hoorde helemaal niks, dus geen punten voor jullie. Ah. Ja, jammer, maar we gaan gewoon weer door met het volgende onderdeel. Dus ik zou zeggen, handen bij de knoppen, want hier komt een vraag voor jullie. Hoeveel kapelletjes zijn er in Rijsbergen? Lange zuur, twee vooraf, dops. Ja, leg al een paar stukken vijf. Nee, je lompert, dat bedoelt ze niet, jongen. Dat klopt inderdaad. Het is niet het goede antwoord. Dus de vraag gaat over naar de dames. En jullie mogen even overleggen. Ja, wat denkt de jullie in ieder geval bij de watermannen? Ja, ja, op Tikkels staat er ook eentje. Want de Loppingtikkels staat langs met mijn maatje. Ik denk dat het er zes zijn. Nou, ja, dan kun je gaan denken. Zeg, jij zult wel over een paar heen gekeken hebben. Ja, ik denk dat het 11 of zo. Dames, ik moet nu echt het antwoord weten. Nou, Linda, we zijn het wel eens. Denk, wij gaan voor 11. Ja. Het klopt. Ja! Rijsbergen heeft 11 Maria-kapelletjes. Maar de vraag was, hoeveel kapellen zijn er in Rijsbergen? En jullie zijn vergeten de blaaskapellen erbij op te tellen. Plus alle dakkapellen die Rijsbergen rijk is. Ja. Dus het goede antwoord had moeten zijn 1229. Ja, jammer. Ja, ik sla gewoon helemaal nergens. Ja, we gaan gewoon door met het volgende onderdeel. En dat is een vraag speciaal voor de mannen. Want ik wil van jullie dadelijk de top 5 horen van een vraag die we aan 500 Rijsbergenaren hebben voorgelegd. En die vraag is, ik wil van jullie de top 5 meest favoriete achternamen weten van Rijsbergen. Nou, ik heb ze in alle 5. Ja, ja, dat weten wij ook wel. Maar Roela zal er toch wel bij zitten, want dan kom ik toch gemiddeld een keer 4-5 per week. En ik geloof toch wel dat Jaantje populair is bij zijn klanten. Bij mij tenminste wel. Roelands, ja, dat zou kunnen. Dat is ook een van mijn voorgangers. Ja. Maar dat doet Martens ook mee. Ja, want Jos was ook heel populair bij alle leden van VVR. Tja, populairder dan Guy. Ja, gek, hij, zo moeilijk is dat, joh. Maar ik geloof dat Bastiaan er ook wel bij zal zitten. En Matthijsje dan? Ons familie is nogal niet populair ook. Ja, bij het crematorium misschien, hè? Doe maar met Freiters en Dolmen, die brengen tenminste geld in het loodje. Heren, ik wil nou die top 5 horen. Ja, nou, hey, kom op. Laten we dan maar gaan voor Martens. Bastiaanse. Zeg nou gewoon Roelaas. Smout dan. Sorry heren, maar er is er echt niet eentje van goed. Ik kan hier echt geen punten voor geven. Maar goed, we gaan natuurlijk wel even kijken wat dan wel die top 5 is. Nou, op 5 hebben we Grutter. Op 4, 15. Op 3 Puk, op 2 Foes en de absoluut nummer 1 is Kiek. Kieke? Is dat dan familie van mij? Want mij noemen ze ook altijd Kieke. Oh. Ja, dat is familie van jou. Ja, Kieke, nou let nou maar op. Ja. Goed, we gaan weer gelijk door met een stukje muziek. En dat nummer heet Raad het lied of niet. Ja, en dat kan ik niet alleen. Hiervoor wil ik een groot applaus voor mijn bijzondere gast, meneer Tjong. Jongens, ze kennen u. Ja. Ja. U bent populair. Hè? Ja. Dat heb je als je elke avond optreedt, hè? Ja. Geweldig. Ja. En meneer Tjoen, heeft u weer goed gerepeteerd? Ja, ja. Moeilijk, moeilijk, ja. Oh. Oh. En welke nummers waren dan zo moeilijk? Nummer 13 en 34. Oh. En welke nummers waren dat dan? Dat is Babi Pang of Fionghai. Chinese grapje. Een Chinees grapje, ja. Dus ik snap het, het is helemaal moeilijk. Maar goed, ik zou zeggen, laten we snel beginnen. Zet de koptelefoon maar op. Jullie handen bij de knoppen. Nou, daar komt-ie. Zij niet hui huang te suke. Lang wo wei ni chang soke. Wo de hao xiong di. Si li yo ku ni tui wo suo. Qian fang de lu yi qi zhou.
Nonne je! Dat is nog moeilijker dan een bestelling doorgeven bij China Garden. Hé, Hogers, kun jij niet even helpen? Jij bent toch getrouwd met zo'n Thijs, hè? Welke Matthijs, hè? Is dat dan familie van mij? Nee, jongen. Kom allemaal even opletten. Ja. Hier komt hij weer. Tiny Hui Huang Te Suke, Lang Wu Wei Ni Chang Soke, Wode Hao Xiong Ti, Sing Li Yo Ku Ni Tui Wo Suo, Qian Fang De Lu, I Chi Chou. Ik weet het. Bonnie, kom je buiten spelen? Ja, ga er geen lekker buiten spelen, snel te melken. Ik zou bij God niet weten dat ze toch een touwen vastknopen. Hé, hey, Oomi! Zijn onderhand ook weer eens iets verstandigs, jongen? Ik, hè? Weet ik veel. Dat is toch niet te volgen wat hij ziet? Hij ziet constant anders. Oh, en dat is het goede antwoord. Hè? Ja. Nou, dames en heren, voordat we dadelijk de pauze ingaan, gaan we luisteren naar de winnaars van het Rijsbergs Carnavalslied 2013. Maar dat doen we natuurlijk niet voordat ik een enorm applaus van u heb gehad voor de geweldige meneer Tjong. Ja, dames en heren. En daar zijn ze dan speciaal voor u, de winnaars van het Rijsbergs Carnavalslied 2013 met de titel Gij wil vooraan staan, dames en heren, carnavalsvereniging Constant Anders.